Een woning aan de Adrianusstraat is vanmorgen volledig afgebrand. Het gaat om de tweede brand in dezelfde straat binnen een week tijd. Brandweervoorlichter Alten Pinas vertelt in een gesprek met de redactie dat de eigenaar net uit huis was toen de woning in vlammen opging. Ja, zo rondstreeks 21:45 kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Adrianusstraat, nummer 24. Ter plaatse bleek dat de woning in zijn lichte laaien was. Er zijn twee woningen op het perceel. Voorin bleef de mevrouw en achterin de broer. Die meneer zegt, hij was nauwelijks vanuit vertrokken. Hij zat in de bus en hij zag de rookontwikkeling. Hij is gelijk uit de bus gestapt. En hoe dichterbij hij kwam, merkte hij dat het om zijn woning gaat. Hij heeft niets aangelaten, zoals hij zegt. Hij heeft nog een dubbelcheck op gedaan. Iedere dag doet hij dat, zegt hij, om brand te voorkomen. Maar hij tast in het donker en het duister wat de oorzaak van de brand is. De brandweer was heel snel op locatie. Pinas geeft verder aan dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand gaande is. Ja, de woningen in Moedel zijn geheel afgebrand. De woning voor die heeft wat een schroeischade opgelopen aan de windweer. Die meneer geeft aan dat zijn woning niet verzekerd is. Het was wel aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het was niet verzekerd. Op het ogenblik niet. Er moet nog onderzoek gedaan worden. We hebben een gascilinder van 28 lips uit het pand gehaald. En gelukkig hebben er zich geen persoonlijke ongelukken voortgedaan. De eigenaar van het huis probeerde nog het huis in te gaan toen de nieuwsdienst polshoogte nam van de situatie. De man werd tegengehouden door buurtbewoners. Zijn zus, de eigenaar van de woning aan de voorzijde, keerde enkele momenten daarna huiswaarts.